Het stadion van Dynamo Moskou lag er in de ochtendzon vredig bij. Daar hadden ze alle reden om blij te zijn na de winst van gisteren op PSV. De nederlaag was pijnlijk, maar de blik moet vooruit. De knop moet om naar zondagmiddag, thuis tegen Excelsior. Nou, dat heeft niet zozeer te maken met of je wint of verliest. Maar meestal denk ik dat het voor spelers ook geldt. Als je de wedstrijd hebt gespeeld, dan heb je adrenaline in je lijf. En dan kom je vaak wat later tot rust. Maar goed, dat had ik als speler ook. Dus daar ben ik wel aan gewend. Ja, belangrijkste conclusie, wat is dat dan voor jou nu? Nu de conclusie is dat we dit niveau wat we gisteren hebben laten zien, dat we dat zondag ook moeten brengen tegen Excelsior. En dan weet ik zeker dat wij een mooi resultaat gaan behalen. Dus dat is het positieve handvat eigenlijk dat je daar uitpakt? Ja, maar zo moet je het ook bekijken. Hè. Gisteren heb je toch een tik gehad, een tik te verwerken gekregen met z'n allen. Omdat je echt onverdiend met 0 punten staat. Maar je moet het gevoel en de manier hoe je die wedstrijd bent ingegaan en hoe je gespeeld hebt, dan moet je natuurlijk wel meenemen naar de wedstrijd van zondag. Je moet daar winnen, gewoon voor je eigen gevoel, voor het resultaat. Tegen een ploeg die het heel aardig doet als nieuwkomer in de Eredivisie. Ja, zeker. We doen het goed. En voor ons geldt gewoon één ding. Dat wij moeten thuis tegen Excelsior gewoon winnen en 3 punten halen. Heb je nieuws van het blessurefront? De Jong bijvoorbeeld, hoe ziet dat eruit? Hij zal ook eerst mee moeten trainen. En als hij meegetraind heeft en zijn gevoel goed is, dan kunnen we gaan bepalen of die inzetbaar is. Guardado wel. Gisteren nog niet gebracht, maar die zal klaar zijn voor zondag. Het is nog even tot zondag. Hoe ga je de ploeg nog voorbereiden? Wat heb je nog op de planning staan? Een hersteltraining plaatsvinden. Kort voor de jongens die gespeeld hebben. En degenen die niet gespeeld hebben, iets langer naar buiten gaan. Maar het zal ze niet al te lang zijn. En dan hebben we zaterdag de voorbereidende training, de tactische training op de wedstrijd van zondag. Ja. En als ik je half 1 is het al zover. Ja, dat vind je vroeg, heb ik begrepen. Nee, ja, goed. Ik heb gisteren alleen gezegd hoe ik tegen Europese wedstrijden aankijk. Niet alleen voor PSV, maar in algemene zin voor Nederlandse clubs. Dus het is niet dat wij nu om 12:30 spelen, hoor. Ik heb dat binnen de club ook al in een eerder stadium aangegeven. Nu is het ter sprake gekomen. Ja, goed. Van de andere kant, je moet er nu mee dealen. Dus gewoon je ding doen eigenlijk. Hè? Ja, maar dat is ook helemaal niks te maken met dat we een of andere excuus zoeken dat we om 12:30 spelen. Helemaal niet. Want dat hebben we hiervoor ook gedaan. En toen waren we ook in staat om een wedstrijd te spelen. Dus dat gaan we zondag ook doen. Zonder enig probleem. Om zo ook met 3 punten tegen Excelsior die vervelende smaak van 2 nederlagen op rij weg te spoelen. En om zo ook koploper te blijven in de Eredivisie.